Wordt er eigenlijk wel nagedacht over een toekomstvisie voor Europa? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Europeanen moeten meer respect tonen voor de Europese Unie. En de Europese landen moeten met één stem spreken. Woorden van voorzitter Juncker van de Europese Commissie vanmorgen in zijn jaarlijkse State of the Union. In de studio Jeff Fountain, oprichter van het Schuman Center, een denktank voor Europa. En Lucas Hartong, voormalig Europarlementariër voor de PVV. Goedenavond, heren. Goedenavond. Meneer Hartong, begin met u. Wat vond u van de speech? Slaapverwekkend, zoals gewoonlijk. En ook niet vernieuwend, niet inspirerend. Het is een verhaal wat ik al jaar en dag hoor. Meneer Fountain, vond u dat ook? Ja, Juncker is niet de meest inspirerende spreker. Niet charismatisch, maar dat is niet de eerste kwaliteit wordt de vraag van een politicus. Ja, want welke kwaliteit moet je wel hebben dan? Bekwaamheid. Bekwaamheid. Was het een bekwame speech? Het was een heel breed speech met over zoveel terreinen. Maar er waren wel goede punten gemaakt. Ja, wat sprong eruit voor u? Noem eens een punt. Nou, ik denk dat wat hij zei, wij moeten groot zijn in grote dingen en klein zijn in kleine dingen. En die balans tussen de Europees en nationaal is heel belangrijk. Groot in grote dingen, klein in kleine dingen. Ja. Maakt dat eens praktisch? Wat betekent dat voor Nederland? Nou, dat is het principe van subsidiariteit. Ja. Wat moest besloten op nationaal niveau, moest daar besloten worden. Wat moest op Europees niveau, moet daar besloten worden. Ja. En hij noemde wel die Europese Space Agency bijvoorbeeld. Nederland kan nooit zo betrokken zijn geweest op onze eigen. Wij moeten samenwerken met andere landen. Ja, en daarvoor is de EU. Naar de maan schieten, maar met Europa wel. Ja. Hartong? Ik hoorde vanochtend iets heel anders. Het lijkt wel of ik een andere speech heb gehoord vanochtend, maar ik hoor dat er juist steeds meer soevereiniteitsoverdracht naar Europa moet. Uh-huh. Juncker zei letterlijk vanochtend dat hij de binnengrenzen eigenlijk zoveel mogelijk wil afschaffen. Dat er een Europese grensbewaking moet gaan komen. Dat er veel meer geld naar Afrika moet. En ik hoorde alleen maar EU, EU, EU vanochtend. Uh-huh. Nogmaals, het bekende verhaal van wat het probleem in Europa ook is. Er is meer EU nodig. Yeah. En dat vind ik heel erg griezelig en gevaarlijk. Maar dat lost de problemen op in Dat stelt hij. Hij begon natuurlijk ook weer om te refereren naar de oorlogen die we hebben gekend in Europa. En dat de EU de oplossing is geweest voor al die hatenheid onderling. Hij sprak opnieuw zijn argwaan uit tegen populisme en patriotisme, zoals hij dat ook noemde. En hij wil ook dat de nationale soevereiniteit steeds meer weer wordt overgeheveld naar dat Europese gebeuren. Ja, en daarom moeten we meer respect hebben voor de EU. Ja, dus waar je ook van de uitzending mee begon, dat heeft hij ook vanochtend letterlijk vertaald. En ik moet ook zeggen dat alles wat wordt ondernomen op dit moment door de EU niet minder EU is, maar juist meer. Hè. Meneer Verhofstadt van de Liberalen is daar natuurlijk een hele extreme exponent van. Die steeds maar ook naar die komende verkiezingen van het komend jaar blijft wijzen. En zegt dat zal bij die verkiezingen gaan over ofwel meer Europa, meer macht naar Europa. Ofwel we geven de populisten en de nationalisten hun zin. En we laten de macht daar liggen. Ja, Fountain, dat is toch een... Ieder pikt eruit wat hij wil horen met zo'n speech. Of? Juncker zou zeggen, hetzelfde wat hij tegen Farage had gezegd. Je moet luisteren wat ik zeg. Mm-hmm. Hij had het niet tegen patriotisme, maar een verkeerde soort patriotisme die altijd de schuld geeft aan anderen, die zondebok zoekt. En hij zegt, om Europa te houden is je eigen land te houden. Je eigen land te houden is Europa te houden. En hier is de evenwicht tussen de twee. Nou, voor een individu een gezonde personaliteit te hebben, moet hij een sterker gevoel van autonomiteit te hebben. Mm-hmm. Maar ook tegelijkertijd dat wij afhankelijk met elkaar zijn. En zo is het met Nederland. Nederland is geen zelfstandig, zelfgemaakt land. Je hoort vaak, dat vind ik heel erg wat u zegt. Dat vind ik heel erg. Ik vind juist, Maxima heeft het destijds ook gezegd, er bestaat eigenlijk geen Nederlander. Ik vind dat heel ernstig wat u zegt. Ik geloof, ik heb mijn land lief. Heeft Nederland Nederland gemaakt? Heeft de Nederlanders, waar kwam het christendom vandaan? Waar kwam de verlichting vandaan? Waar kwam de renaissance vandaan? Het is niet vanuit Nederland gekomen. Nederland is altijd vanaf het begin een handelsland. Wij profiteren van het feit dat wij hier in de mond van de Rijn wonen.
Ja. En daardoor onze relatie, een gezonde relatie met onze buren, hebben we onze identiteit gevonden. Net als u en ik, wij hebben als kinderen een gezonde identiteit leren krijgen door een gezonde relatie met familieleden en met vrienden. En zo is het ook met landen. Dat zal ik ook niet ontkennen. Ik zal dat ook niet ontkennen. Ik geloof heel erg sterk juist in samenwerking, multilaterale samenwerking, wat ik hier ook altijd bepleit heb. Om goede buren te zijn, uiteraard, natuurlijk, dat ontken ik niet. Maar er is geen systeem en supranationaal gebeuren van de EU voor nodig. De nationale ministers zouden heel goed met elkaar zaken kunnen aftikken. En dat zien we ook bijvoorbeeld in het hele migratiedebat op dit moment. Vele zeiden, nou, Italië en Spanje die kunnen dat helemaal niet aan in hun eentje. Er hebben steeds meer gezegd, dat moeten we overhevelen naar de EU. Wat zien we op dit moment gebeuren met de nieuwe Italiaanse regering? Het gaat prima. Het wordt goed aangepakt. De migratiestroom komt tot stilstand en er worden zelfs mensen uitgezet. Dus u zegt, laat dat gewoon bij de nationale staat. Dat vindt u goed. Maar vanuit het standpunt van Europa en Fortress, ja, so that is the recipe for Europa een fortress te zijn. Waar is de compassie? Waar is de naaste liefhebber? Als christenen moeten we dat heel anders bekijken. Het is goed dat u dat noemt. En als wij overlaten naar alleen onze landelijke leiders tot beslissing te komen, dat is een ketting die alleen zo sterk is als de zwaarste link. Nou, wij moeten. Juncker wil wel een Europese buitengrenswacht. Ja. Ter waarde van 12 miljard euro. Er zijn 100.000 grenswachters overal, van de verschillende naties. Ja. Maar alleen 1 of 2.000 nu. En om veel beter coördinatie, veel beter communicatie, willen ze 10.000. Dat is 10.000 tegenover aan de 100.000 van de landen ook. Nou, ik hoor nooit dat Gelderland wilt autonomiteit, onafhankelijkheid van Nederland hebben om dingen beter te gaan. Dat is voorbij gegaan. Nu zijn we in het punt van de geschiedenis gekomen waar wij moeten veel meer samenwerken voor een sterk Europa. Okay, vooral in een wereld van een Trump en een Putin. Dat u die noemt, kom ik straks even op. Maar ik wil er nog één punt uitlichten. De euro moet de dollar vervangen. U zegt Trump, die vindt de dollar belangrijk. Juncker wil graag dat de euro een wereldmunt wordt. Nou, het is een wereldmunt. Het is nummer 2. Ja, maar hij wil nummer 1. Ja, oké. Okay. Bent u het niet mee eens? Want de dollar blijft bovenaan staan. Alsof de EU dat bepaalt. Ja. Ik vind het gewoon een grap. Ja. Hij wil toch een sterkere euro. Omdat je hebt zoveel variatie van fiscaal beleid in verschillende landen, het is een wonder dat de euro is 20 jaar gebleven staan. En het is eigenlijk niet alleen een wonder, maar het is nooit gebeurd in de geschiedenis. Ja. We gaan even naar de toekomst van Europa. Juncker wil unanimiteit afschaffen. U zei het al, meerderheid is voldoende, meerderheid van stemmen. Is dat verstandig? Nee, totaal niet. Dat zal u ook niet verbazen dat ik dat zeg. Dat zie je nou bijvoorbeeld heel, heel sterk bij een situatie met premier Orbán van Hongarije, die dus vandaag enorm op zijn vingers is getikt en waar een procedure in werking is gesteld om hem zelfs het stemrecht te gaan ontnemen binnen de EU. Omdat hij in zijn land niet doet wat Europa wil. Wat je hier dus ziet is dat een land wat juist nu bij uitstek zijn christelijke normen en waarden wil bewaren, wat ook christelijke vluchtelingen wil opvangen, maar de islamitische terroristen buiten wil houden en de eigen bevolking wil beschermen. Een man met een enorm mandaat, democratisch gezien, moet je niet vergeten. Hij is meer dan 50% gekozen in het land. Twee keer al. Deze man wordt nu buitenspel gezet binnen de Europese Unie, waar kennelijk dus alles mogelijk is, behalve opkomen voor je eigen land en bevolking. Want zijn er dan te weinig christelijke normen en waarden in Europa? Ja, absoluut. Er zijn ook andere landen, absoluut. Duitsland, die daar toch wel. Wat mij dus ook enorm tegen het hoofd stoot, is dat bijvoorbeeld een christendemocratische fractie in het EP en ook binnen de EU als al geheel juist die christelijke normen en waarden heeft verkwanseld de afgelopen jaren en er helemaal niets meer aan doet. Mm-hmm. En alleen maar bezig is met een eigen inkomen en een eigen baan. Ja. Als er een beperking van de vrijheid van de pers, een christelijke norm, nou dan wat zijn christelijke normen? Ik ben net terug uit Hongarije. Ik heb met christenen gesproken. Sommigen zijn wild enthousiast over Orbán. Anderen zijn waanhopig over het feit dat hier heb je een meerderheid. Nou, eigenlijk, het is geen meerderheid. Jij noemt het meerderheid, maar eigenlijk is het 42%. Reageer er eens op. En dat
Dat geeft eigenlijk een soort tyrannie van de minderheden. Ja, hij legt de pers aan banden. Dat gebeurt ook in Turkije. Ik wil daar met alle plezier op reageren. Is Orbán perfect? Nee, zeker niet. Mm-hmm. Dat is geen enkele premier van een Europees land. Er zijn altijd Maar hij heeft met zijn land, moet je even niet vergeten, twee bezettingen meegemaakt. Eerst de nazi-bezetting, toen de bezetting door de Russen. Niet alleen Hongarije. Hij weet waar hij over praat. En hij weet dat het enorm belangrijk is om te vechten voor vrijheid van denken, vrijheid van handelen. En dat doet hij met hand en tand voor zijn eigen bevolking. Nee, en dat zie ik bijvoorbeeld een premier Rutte in Nederland niet doen op dit moment. Wij nemen heel veel van die vrijheid maar voor zinsgeving aan. Maar het is heel belangrijk om daarvoor te strijden. Ja, want zo Hongarije en Polen, zullen die dan dwars blijven liggen? Dat denk ik wel. En daarom is natuurlijk het gebeuren wat we vanochtend in het EP hebben zien afspelen, is een hele poppenkast. Ja. Kijk, het rapport Sargentini is nu aangenomen om Orbán ergens weg te zetten in een hoek. Ik vond het trouwens heel dapper dat hij toch gekomen is naar het parlement om zijn woord te doen. Dat moet daar maar staan, hè, met al die mensen tegen je. Hij heeft zichzelf verdedigd, heeft hij heel goed gedaan, vind ik. Maar straks gaat het naar de Europese Raad, waar tot nu toe nog altijd geldt dat er een unanimiteit vereist is. En er zullen heel veel Oost-Europese landen zijn die Orbán steunen en zullen zeggen handen af van dit land. Ja. Terug naar de kwestie van, je zei de Juncker wil unanimiteit. Nou, in bepaalde gebieden, qualified majority. Nou ja, dat is zeer nodig als je 27 leden hebt. Dit zijn regels die gevormd waren met 6 leden. Nou, het wordt zo moeilijk om tot eenheid te komen. Mm-hmm. En met één stem, en dat is het hele punt van de EU. Met één eenheid, met verscheidenheid. Ja. En omdat nu met 27 leden, 28, maar en dan met een dwaasbomen, dat geeft de dwaasbomen enorm macht. En dat kan niet. En dat doen we in de samenleving. We kiezen voor een regering nooit met unanimiteit, met 100%. Het is, we moeten leren de flexibiliteit en compromis te maken. En dat is het hele punt. Uw taalgebruik is heel Europees. U zegt dwarsbomen, ik zeg democratische rechten van volkeren en van staten. Nou, democratie heeft te doen met compromis. En dus sommige mensen, tuurlijk. Je kan niet helemaal eens zijn. Je moet gewoon doorgaan. Anders is zo'n raad voor bedoeld. Ik wil hier even een punt zetten, want ik wil tenslotte nog even naar de toekomst van Europa. We mogen volgend jaar naar de stembus, beleven er wel eens in mei. Waarom moet een kiezer naar de stembus? Waarom moeten wij Europa steunen? Nou, we hebben 3 instituten van de Europese Unie. 1 is de Council, dat zijn de vertegenwoordigers van onze overheden in verschillende landen. Ja. De Raad. De andere is de Commissie, een soort kabinet die alle voorbereidingen doet. En de derde is rechtstreeks gekozen door wij als burgers in Europa, het parlement. En daarom, als wij onze stem in Europa willen hebben, we moeten daar gaan stemmen. Het is onze recht, maar het is onze plicht, ook als christenen. Want eigenlijk de toekomst van Europa is veel te belangrijk om het over te laten aan politici. Wij moeten christenen uit allerlei hoeken, allerlei disciplines bezig zijn met de toekomst van Europa. En te vaak is Europa over de grens voor ons. Ja. En dat is een probleem dat wij, vooral wij als protestant en evangelische, wij zien alleen de takken. En de protestanten misschien de bomen, katholieken zien de bossen. En wij moeten ook leren de bossen te zien. Hartelijk mee eens? Nee, totaal niet. Ik vind het wel belangrijk dat we gaan stemmen. Dat je gebruik maakt van je democratisch recht, dat vind ik heel belangrijk. Al is het maar om een spaak in het wiel te steken van alle slechte plannen die de commissie met Europa voor heeft. En dat christelijke beeld dan, wat fout is schetst? Ik geloof dat wij een voorbode zien van een wereldregering en dat er een aantal zeer gevaarlijke mensen achter de schermen bezig zijn om via de EU hun hele snode plannen uit te voeren. En maar dit is typisch dat vind ik heel populistisch gevaarlijk. om de angstkaart te spelen. Nee. Dat is ik heb het 5 jaar meegemaakt van binnenuit en ik weet waarover ik spreek. Heren, we moeten afronden. Dank voor dit gesprek en we komen er ongetwijfeld nog op terug. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Morgen bij Leven en Welzijn zijn we weer. Fijne avond, graag tot dan. Dag.